Want ik ga ze natuurlijk ook aan je voorstellen. Voor de Flying Birds, Tijmen Sinks. We blijven bij de Flying Birds met Ellen Nieman. Voor BMX Apeldoorn, Loris Reker. Voor de Logsprinters, Deon Goorman. Voor BMX Apeldoorn, Rocco Royen. Voor de IJsselcrossers, Noe Mellison. Voor de Hoopers, Rowan Leenders. En last but not least, voor de Logsprinters, Joppe Konijnenbelt. Succes! We zijn van start met de jongens van 6 jaar oud en deze hebben natuurlijk wel iets meer lef gaan, wat harder over de bulten. Het is de 1900 die daar goed vertrokken is, Joppe Konijnenbelt, maar hij is niet alleen goed vertrokken. Nee, aan de binnenkant is een man in het zwart. En eens even kijken wie komt als eerste de bocht door. Het is de 1900 Joppe Konijnenbelt die daar ook goed doorkomt, maar hij gaat rond de plaats van de 2. Want de leidende positie is voor Noe Mellissen, de IJsselcrosser. Maar aan de binnenkant, komt hij aan hoor. De 1900 is Joppe Konijnenbelt, hij gaat nu als eerste de bocht in. Hij gaat daar onderdoor bij de Logsprinter. Eens even kijken, wie komt eruit? Nee, niet de Logsprinter, dat is natuurlijk de IJsselcrosser, Noe Mellissen. Hij wordt inderdaad teruggewezen naar plaats nummer 2. En terwijl ik dat zeg, wordt hij ook nog voorbij gestoken door een man daar in het zwart-gele shirt van de Boepers, Robert Lenders. Lenders inmiddels op die tweede plaats, maar op de eerste plaats Joppe Konijnenbelt, de Logsprinter. Gaat hij dan deze finale zijn naam schrijven? Gaat hij dan Drents kampioen 2015 worden? Inderdaad, Joppe Konijnenbelt wordt Drents kampioen 2015. En de categorie jongens, 6 jaar.